De bedoeling van deze serie, Leven met Lipodeem, is om mensen te vertellen over mijn ervaringen met Lipodeem. Het onbegrip van de wereld, eigen hersenspinsels en het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik zou deze informatie toch niet voor mezelf kunnen houden. Hey, hallo mensen, daar ben ik weer. Met een nieuwe video. Ik had beloofd dat ik deze keer vraag 8 van de tag zou beantwoorden. Omdat die vorige week niet was opgenomen. En dat was, wat zou je anderen meegeven? Dus met anderen met een chronische ziekte. En voor mij is die vraag dan, wat zou je anderen met een lipodeem meegeven? Nou, allereerst, voel jezelf niet de lelijkste persoon op aarde. Voel jezelf niet altijd minderwaardig. Het is een beetje lastig om te zeggen, want ik voel me vaak wel minderjarig, wou ik zeggen. Minderwaardig. Maar er zijn heel veel lotgenoten. Toen ik de Facebook-pagina's ontdekte met mensen die lipodeem hadden, toen was dat een hele geruststelling dat ik echt niet de enige was en ook niet één van de 5 of zo in Nederland. Dus zoek lotgenoten, mensen met wie je kan praten. Dat kan ook gewoon met familie trouwens. Familie of vrienden, dat is ook altijd fijn om gewoon mee te delen wat je doorzit natuurlijk. Dat geldt dan niet alleen voor je ziekte. Ja, dat is eigenlijk wel. Je moet niet jezelf minder waardig voelen of jezelf minder voelen, want je bent niet alleen bijvoorbeeld je lipodeembenen of zo. Je bent ook nog een hele persoonlijkheid eromheen. En als mensen je alleen om je benen niet willen, dan zijn ze je ook niet waard, vind ik. Al vind ik dat zelf ook wel lastig om dat zo te bedenken, hoor, moet ik wel eerlijk zeggen. En lotgenoten contact, ja. 2 hours later. Meer kan ik zo 1, 2, 3 eigenlijk niet bedenken. Wat ik nog wel wil zeggen is voor de mensen die geen lipodeem hebben of geen chronische ziekte of wat dan ook. Wees blij dat je niet ziek bent en oordeel niet over mensen die er anders uitzien dan jij eruit ziet. Of die er anders uitzien dan hoe het in de reclamewereld wordt aangegeven dat mensen er moeten uitzien. Want ja, dat lukt gewoon natuurlijk niet altijd. Ja, maar bij lipodeem kun je er eigenlijk niet zoveel aan doen. Ja, je kunt je leven omgooien zoals ik nu aan het doen ben. En afwachten wat er dan gebeurt. Maar het is niet zo dat je omdat je veel eet of slecht eet, dat je daarom dikke benen krijgt. Want dan zou ik helemaal heel dik moeten zijn. En dan zal iedereen met lipodeem echt verschrikkelijk dik moeten zijn. Dus hou al die oordelen gewoon lekker voor je. En als je iets wil vragen, vraag het dan. Ik denk dat mensen met lipodeem of met een andere ziekte liever hebben dat je aan ze vragen wat ze hebben dan dat je oordeelt. Maar ja, dat heeft iedereen. Want ook al heb je niks, dan nog heb je liever niet dat mensen over je oordelen natuurlijk. Dus het is een beetje cirkelredenering volgens mij wat ik aan het doen ben. Ik heb vraag 8 van de tekst zo denk ik wel goed beantwoord. Als je nog aanvullingen hebt, dan hoor ik dat graag. Maar ja, dan kun je hier onder in de reactie zetten. En wie weet heb ik er zelf ook nog wel wat aan. Zelf ben ik gewoon gezegend met een fijne familie en een mooie aantal vrienden die het gewoon weten, die me gewoon lekker accepteren zoals ik ben. Wat ik natuurlijk ook wel waar ben, een beetje raar om zo te zeggen, maar ja, als mensen je niet accepteren dan moet je bij ze uit de buurt blijven, denk ik. Beetje kort video deze keer, maar dat is ook niet erg. Hoop ik. Volgende keer is het weer wat langer. Als je nog ideeën hebt waar ik het over kan hebben, laat het alsjeblieft achter. Ook in de reacties. En doe een duimpje omhoog. Abonneren kan hier ook beneden op de rode knop. Je hebt de hoogte blijven van wanneer ik een nieuwe video online zet. En dat was op mijn video. Bedankt voor het kijken. Doei. Oh ja. Fijn weekend. Dit was trouwens mijn standaard, want mijn standaard is kwijt. Nou, dat was de standaard van mijn vader, maar ja, boeken, een herinneringenbox en nog een herinneringenbox. Moeilijk woord. Tomaatjes en die vieze snoepjes, challenge, thee en koekjes. En daarachter een dekbed op een hoop. Yo!